Hadden jullie ook contact met OLB genomen? Nee, dat hebben we niet. Want het OLB, ja, die zegt van, is niet ons pakje aan. Die vinden de dierenwelzijn helaas op een heel laag pitje staan. En ook, ja, we zijn in het verleden, ja, hebben we ongeveer 2 jaar met ze vergaderd. En ze hebben gewoon gezegd, nou ja, we gaan hier niet meer verder. Het enige wat wij willen is eigenlijk niks. Geen dierenwetten, geen niks. En dat is zo verschrikkelijk. We hebben wel bijna 10.000 reacties gekregen van mensen die het heel raar vinden dat het Openbaar OLB daar niks mee wil doen. Weet je, we hadden pas geleden de verkiezingen, zijn de Gouden Bergen beloofd qua dierenwelzijn. Ik zie er niks van. En we merken het niet. En ze hebben niet eens gereageerd hierop. Er zijn 10.000 mensen hebben het gezien. Die hebben gereageerd op Facebook. Maar het OLB, nee. Die vinden dat niet belangrijk. Dat is niet wat hun mooi vinden en willen. Ze willen die hondjes zo ver mogelijk de stad uit en zoek het maar uit. Ja, het is het laagste van het laagste voor het OLB, openbaar lichaam. Ja, en dat, ja, daar kunnen wij niet mee leven. En ik denk dat dit ook nog wel een klein... Tenminste, ik hoop dat dit nog een staartje gaat krijgen. Dat mensen nu echt gaan reageren dat dit soort dingen echt niet kunnen.